Dit is hem. Is hij niet mooi? Ja. Jarenlang fietsten ze zich het snot voor de ogen, maar nu mogen ze het rustiger aandoen. Oud-wielrenners Henny Kuiper, Peter Winne, Jan Jansen, Henk Lubberding en Leo van Vliet vormden daarom donderdag de OV-fietswielerploeg en reden een speciaal criterium door de binnenstad van Utrecht. De vijf vedettes en het peloton reden op elektrische OV-fietsen. Op die manier introduceerden ze dit nieuwe vervoermiddel van de NS. Na afloop van de ronde waren de renners positief. Het was echt heel leuk om te doen. Heel veel enthousiasme. En die fietsen, daar word je ook vrolijk van, want het loopt gewoon heel lekker. Ik heb zelden zo'n makkelijk tochtje gereden, geloof ik. Of je nou in 1, 2 of 3 rijdt, een paar keer trappen en je schiet vooruit. Dus wanneer je dus ergens in Limburg dadelijk belandt en je moet daar de Kouberg een keer op, nou had ik hem in mijn tijd maar gehad. Het is geweldig en je komt niet uitgeblust op je afspraak aan. En ook niet met een zweetkop of zo. Ik heb inmiddels zo'n OVK, dus wanneer het mij even uitkomt en ik moet in de stad zijn, ga ik met de trein. Nu met de elektrische OV-fiets worden eigenlijk nog meer bestemmingen met de trein bereikbaar. Want je kan nu nog makkelijker, als je een stukje verder van het station moet zijn, voor het laatste stukje de fiets pakken. Je moet allereerst een OV-fietsabonnement hebben, dan wel een mobiliteitskaart waarmee je ook OV-fietsen kan huren. Daarmee ga je naar de fietsenstalling, in eerste instantie 10 plekken verspreid over het land. Dan laat je je pasje scannen en de eerste keer voor 3 euro en vervolgens voor 7,50 euro per keer kun je een hele dag een elektrische fiets meenemen. De elektrische OV-fiets is te huur op 10 stations in Nederland.